Natuurlijk doet dat ertoe. Hij heeft wel 10 keer eerder zijn excuses aangeboden. Dat betekent helemaal niks. Bovendien, jullie waren hartstikke druk met Dolly. Nee, ik bedoel tegen die regisseur. Ik heb toch gezegd? Ja, maar niet meteen. Ik bedoel, je vertelt niks meer de laatste tijd. Ik word gewoon zo moe van dit onderwerp. Zo'n gedoe met zijn ex. Dat vertel je toch gewoon? Dat heb ik een paar keer geprobeerd, maar jij wilde het niet meer over hem hebben. Ja, en ik wilde niet dat je ongerust zou worden en dat ben je nou toch. Ja, natuurlijk ben ik ongerust. Dat hoort bij mijn functie. Ik ben je man. Lief. Als er echt iets gebeurd is tussen jou en Roman, kan je het gewoon zeggen. Ik kan het aan. Echt. Er is niks gebeurd. Echt niet. Gelukkig. Ja.